Dames en heren, beste bezoekers en vrijwilligers. Aan het begin van deze seizoensopening wil ik het een en ander zeggen. Ik mag als voorzitter elk jaar het seizoen openen en de vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Wie ondertussen al heeft rondgelopen in het museum, die heeft gezien dat het er weer allemaal prachtig bij ligt en uitziet. En de vrijwilligers die hebben het afgelopen winterseizoen keihard gewerkt om het allemaal weer zo mooi te krijgen. Dus vrijwilligers in ieder geval, allemaal hartelijk bedankt voor jullie inzet. En dan mag best even een applausje voor je rekenen. In 1993 is het museum geopend. En wel op 20 mei. Dat is dit jaar op Eerste Pinksterdag. Maar dan zijn we gesloten. Dus we zullen het er nu maar eventjes over hebben. In een krantenartikel uit 1993 citeer ik onze oprichter Frans van der Leeuw. De bedoeling is dat de mensen hier kunnen zien hoe het leven er rond 1900 uitzag. Hoe de mensen woonden, hoe ze werkten. En Frans van der Leeuw die was met een aantal vrijwilligers en enkele beroepskracht al in 1991 begonnen om dit park op te bouwen. Hij had ook al iets van 175 miniaturen klaarstaan om in de tuin te plaatsen. In 1993 begon hij met nog geen 30 vrijwilligers. En het bijzondere is dat er twee vrijwilligers zijn uit die tijd van 25 jaar geleden die er nog steeds zijn. Dat zijn beide de drukkers, Martin Bakker en Pieter van Prooijen. Gefeliciteerd ook met het lange dienstverband. En na een jaar of 10 à 15 begon ook het inzicht te groeien bij het museum. Dat wij iets meer moesten worden dan een miniaturenpark, zoals tot voor kort op de bordjes stond. Wij zijn in 2016, net zoals het Speelgoedmuseum trouwens, een officieel erkend geregistreerd museum geworden. Wij voldoen dus in grote lijnen aan de vereisten waaraan ook het Rijksmuseum voldoet. Voor de serre staat een groot speeltoestel
geschonken door de Junior Chamber International, JCI. Ze hebben vorig jaar 24 uur lang voor ons allerlei werkzaamheden verricht. Aan de collectie is nu toegevoegd een groot schilderij van Willem van Duivenvoorde. In de woonkamer staat een prachtig poppenhuis. Het paard in de Vlaamse schuur, de doopjurk van mooie Keetje. En wat we straks nog gaan zien achter die deuren, dat moet ik nog even geheim houden. Maar dat gaan we straks onthullen. En wie de laatste 4 jaar niet is geweest, die heeft ook bovendien een aantal hele mooie en leuke exposities gemist. Ik ga er een heleboel vergeten, maar ik noem nu de expositie van de doopjurken van Willem van Duivenvoorde, over Snoep, verzamelingen, Slotje Brakenstein, over markante Oosterhoutse personen, over de nachtegalen, de winterexpositie afgelopen jaar in de tuinkamer. Het mag in ieder geval duidelijk zijn dat het voor ons vrijwilligers heel vaak en al 25 jaar een feest is hier onze vrije tijd door te brengen en te weten dat zoveel bezoekers dat waarderen. Onze eerstvolgende activiteit is het Korenweekend op 2 en 3 juni, waarbij alle topkoren uit Oosterhout en omgeving zullen optreden. Maar daar hoort u in de publiciteit nog wel het een en ander over. Ik wens u in ieder geval een mooie en feestelijke middag in ons prachtige museum. Maar dan wil ik nu, voordat de harmonie, waar we ook weer heel blij mee zijn dat die er zijn, voordat de harmonie losbarst, willen wij ook nog iets openen wat achter de groene deuren van de Vlaamse schuur staat. En dat is echt een Oosterhout fenomeen waar we heel blij van zijn dat wij dat hier in het museum hebben gekregen. Dus ik wilde even kijken waar. Oh ja, dan moet ik zeggen dat we dat nu gaan openen. Voor zover u het niet kan zien, dat is de prachtig opgeknapte ijskoker. En ik krijg een ijsje, maar ik. Dan moet ik het heel over betalen. Goed zo. Dat is een kapper, zeg ik, maar dat valt ik je maar over. Nee, dat is niet de bedoeling. Nee, oh ja, dat weet ik. Jammer, dat weet ik. Jammer. Kijk nou. Hey, hey. Goed zo, erbij blijven we flip. Goed zo. Prettige middag allemaal. Neem dan iets anders. Schenk hem terug. Hij heeft alles teruggeschonken waar je gekocht hebt. Ik wil nooit van die prijzen aan. Nee, deze maar terug in de winkel. Je mag ik hem dan even pakken? Alsjeblieft. Ja, natuurlijk. Oh. Dank u wel. Oh. 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 Oh.
Kom opsteken. Dankjewel. Ja, de dame van de scouting. En de zusje. Stop met de kinderen bij de sparkel. Ga niet filmen, toch? Nee, dat doe ik niet. Hallo. Hallo. Ja, la, 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 la. Gaat hij snel? Ja, la, 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 la. Gaat hij snel? Nou, het duurt best lang. Een week of anderhalf? 3 weken. Ja. Ja, vind als ze echt beginnen te klappen, duurt het wel. Hij is de fotograaf van de scouting, hè? Van het museum, hè? Fotografie. Poef, poef, poef. Daar bij Joost komt er al in huis, zie je dat? Ja, die beginnen al te poffen. Ja, die beginnen al te poffen. Ja. Bij jou is het begint, ja. Nee, Hans. Ja. Ja, Hans. Bij jou is het eerst ook. Yo. Hey, ik krijg al allemaal handen. Yes. Nog één keer. Ja. Hans, dan komt ie. Ja. Nee, dat snap ik. Ja, goed zo, Hans. Ja, ik heb het huis. Je zijn nog niet aan het huis. Ook al. Ah, die zit nog. Ja, dat is een mooie. Ja, dat is een mooie. Ja, dat is een mooie. We zitten van